Hey jongens, ik ben weer Dennis, aka Denniske. En vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Facecam Vrijdag. En vandaag is de Plaza. En een soort Team Deathmatch. En normaal gezien doe ik eigenlijk nooit Team Deathmatch. Ik heb nou voor gekozen om Team Deathmatch te doen, omdat het eigenlijk al vrijdag is. En als ik vandaag nog wil uploaden, dan kan ik het beste Team Deathmatch doen in plaats van Domination. Want Domination duurt te lang. En dat krijg ik gewoon niet meer geüpload. Dus hopelijk krijg ik het vandaag nog geüpload. In ieder geval de reden dat ik vandaag pas mijn video maak, is dat ik gisteren tot 9 uur op school zat. En dat heb ik volgens mij in de video van gisteren al verteld. En ja, het was gewoon fucking laat toen ik thuis kwam eten. Op nu had ik er echt had ik er een beetje genoeg van. Ik was helemaal moe en ik flik me op met heel de recorden. Ik ga gewoon eventjes niks doen. Dus zodoende had ik eigenlijk niks record. En toen dacht ik van nou, dan ga ik vandaag voor jullie recorden. En als je dat 's middags doet, dan is het op zich nog niet zo'n heel groot probleem. Maar het is nou ook alweer best wel laat. En ik heb verschrikkelijke lag in blobs. Dus ik heb al een paar potjes gespeeld. Als ik met automatische wapens speel, kan ik gewoon mensen niet killen. Het lukt gewoon niet. Ik krijg gewoon geen hits. En het is gewoon fucked up. En nou dat ik met een shotgun speel, is het op zich nog wel te doen. Want die dingen zijn gewoon one shot one kills een beetje. Niet iedere keer zo snel als zag. Want ik heb die ene keer of net dat ik helemaal kapot spray. Maar hij was ook best ver weg. Maar ja, we speelden dus met dit ding. Ook met lage streaks. Want ik verwacht gewoon niet dat ik echt streaks kan halen met deze binding. Want je ziet het niet. Maar ik krijg gewoon de hits niet. Met automatische wapens tenminste. Come on, come on. Hoppakee, met een beetje geluk. Ja, ik moet gewoon heel dichtbij zijn nou. Dus gelukkig heb ik Plaza. Want Plaza is op zich nog best wel close quarters. Als je dat in ieder geval slim speelt. En deze keer hopelijk... Ik kan het zeggen, ik schoot 3 keer, hè. Ik schoot maar 2 kogels af. Dat is het mooiste. Dat ligt ook een beetje aan die controle natuurlijk. En alsjeblieft zegt dat hij hier omhoog komt. Ik ga echt voor mijn streak spelen nou, want... Oh, is vries. Dat bedoel ik dus. Holy fuck, mensen. The lag is unreal. Dat had ik net ook al op Twitter gezet, want het is echt niet normaal. Oké, we staan wel achter me heen. Dus gewoon omdat ik nou met die shotgun speel en er gewoon niet op afga. Want er gooit iemand een shot, of shotgun. Oh ja, een shotgun gooien. Als je met de shotgun kan gooien, dan zijn we echt op een heel ander niveau met Cavity. Wat is dit? Ik schiet van dichtbij 2 kogels op hem af. Hij wordt in zijn rug gehit en hij spreekt mij gewoon dood met een zwakke AR. Volgens mij is het een AR, ik weet niet eens meer. Of is het een machine gun? Honey Badger heet dat ding volgens mij, ik weet niet meer. Maakt niet uit. Oké, dus dat was net één voor mijn streak. En dit ding maakt een tyfus geluid. Die ligt ergens... Ah, dat is shock charge. Dingen zijn zo triest, hè. Shock charges. Oh shit. Camper. Camper. Leuk, hè, al die campers in Black Ops. Iedereen zeggen dat ze niet in Black Ops zitten. Jawel hoor. Ah, ik denk, er zal iemand om het hoekje zitten. Hier nog iemand. Ik hoop echt dat hij er nog... Nee, hij zit er niet meer, denk ik. Nee? Jammer. Jammer. Hopelijk ligt hij op de grond. Ik vind echt... Ah! Hij lag er. Ik verdiende echt die kill, maar oké. M21. Kom terug. Nee, niet zo snel. Hij was te ver weg. Oh shit. Klimmen. Oh, die kerel weet ook niet waar zijn UV staat, volgens mij. Dan moet ik oppassen, ik heb maar 5 kogels. Ik moet eigenlijk laden, maar heb ik geen zin in. Oké, dit is gewaar. Oh, ziet hem. Dikke ninja, ikke. Oh shit. Teammates. Oh shit, ze helpen me niet. Ik denk, teammates helpen wel, maar ze zijn gewoon weg. Holy fuck. Nee, nou moet ik dof en dive voor de win. Deze kerel hier. Jezus, wat zijn die mensen aan het doen? Oh shit, ik druk net slack. De timing is unreal. Oh shit, die kerel daar... Ik laat hem eventjes lopen. Ik denk dat er veel meer zijn. Ah. Dan kan ik hem ook wel killen. Oh shit. Oh gekke. Wat is dit? Dit ding is zo awesome. Ik heb volgens mij niet eens gezegd welk wapen dit is. De Saiga. De S12. Want dit spel heet volgens mij gewoon S12. Maar eigenlijk is het de Saiga. Dus een shotgun. Een pay and spray shotgun. En dat was eigenlijk ook het idee. De enige manier hoe ik in dit spel nou kan spelen is met een shotgun en te sprayen. En het gaat nog goed ook. Dat is wel een wonder. Al die enemies die spawnen hier. Hopelijk heb ik een multikill wel, waarschijnlijk niet is. Oh, een triple. Oh, nou, ik hoef niet te klagen hoor. Dit potje gaat tot 75 kills, dus het zal inderdaad ook best wel kort zijn. En het is voor mij nou dus best gunstig. En nee, kan ik hem niet meer killen? Nope. Ik wist eens maar hoe dat ding werkte. Oké, we staan naar 25 om 2. En er was hier net iemand. Ik weet niet of hij hier ligt te campen of dat hij verder gelopen is. Oh, ze hebben mijn chopper nou al neergeschoten. Nou, al die... Goed, nou al die dingen voor niks gehaald. Ah, de range. Ik had iets verder vooruit moeten lopen. Nou, fuck dit. Ik ben eigenlijk al best wel tevreden als ik hiermee kan eindigen. Want het ziet er misschien niet uit alsof je lag. Maar als je zelf speelt en je schiet en je merkt gewoon dat je geen hits krijgt. Dan weet je genoeg of dat het best wel laat reageert en zo. Dat is verschrikkelijk irritant. En die enemy was denk ik hierheen gelopen. Denk ik. Nog maar een paar kills een spotje afgelopen. En dan kan ik gaan uploaden. En dan ben ik weer eventjes 300 minuten... Zonder internet. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Dat komt eigenlijk alleen omdat ik nou op 1080p render.
En dat komt vanwege die Elgato. En die kerel die heeft er heel veel geluk. Ah, hij stond ook te campen. Die kerel stond lekker te campen. In het spel wordt ook gewoon zo veel gecampt. We gaan best wel hard winnen, denk ik. Als ik zie dat die enemies 36, 37 kills hebben. Hopelijk maken zij niet heel veel kills meer. Maar ja, aangezien zij daar boven op de dak zitten campen. Is dat er iemand? De dag ga ik in ieder geval niet op. In ieder geval niet via die kant. Misschien als ik omloop. Dan verwacht ik me niet. Want net stond hij ook alleen maar te aimen. En ik heb niet heel veel kogels meer. Niet handig. Ah, hij is weg. Was hier nog iemand? Ah, die teammate heeft hem. Lekker bezig hoor. Ik wil eigenlijk graag naar 30 kills. Dus moet ik eigenlijk naar 3 kills hebben. Nog 2 kills. Nog 1 kill. Nog eentje. Alsjeblieft, geef me nog 1 kill. We hebben nog 4 kills die ons team moet maken. En ik wil er 1 kill van hebben. Please. Alsjeblieft, ik wil 30 kills. Gewoon om het idee. Nee. 29-4. Nou, het is geen speciale score. Check de keer onder mij. Die heeft waarschijnlijk echt ergens zitten campen voor zijn killstreak. Dat eindelijk zijn kills ook helemaal blij. Is het potje afgelopen. Oh nee, hij had... hij zat niet te campen. Hij had die lightning strike. Ik denk, misschien heeft hij die choppers en zo nou. Of die honden. In ieder geval 29-4. Het is geen goede score. Maar jullie weten niet hoe ik hier aan het spelen ben, jongens. En ik heb echt al zoveel lobby's te zoeken. Dat ik eindelijk fatsoenlijke verbinding had. Ja, fatsoenlijk tot ik eindelijk in de game kon komen. Dus in ieder geval, koos leuk van ons. Leuk van, laat een like achter. Het is wel korter als normaal. Maar ik hoop in ieder geval toch dat die vandaag nog online komt staan. Vrijdag dus. Dus laten we hopen dat dat het geval is. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. En houden.